Mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben eigenlijk. Uh, Genemans legt zelf even uit wat hij op Sint Maarten allemaal tegenkwam. Alles op Sint Maarten ligt in puin. Als je aankomt vliegen daar, dan zie je al die grote hotels die, die zo bekend zijn, die, die zijn helemaal doorgewaaid. Sommige mensen zijn echt hun hele huis kwijt. En dan bedoel ik niet dat er een berg puin ligt. Nee, dat echt heel het huis is weggewaaid. We waren de eerste cameraploeg die aanwezig was op het eiland. Dus ja, we zien Nederlanders die van het eiland af willen komen. We gaan mee op pad met het leger s'nachts, die er alles aan doet om de situatie op het eiland veilig te houden. En we zien uh, inwoners van Sint Maarten die alles verloren zijn. De documentaire is morgenavond om tien over half elf te zien bij WNL. Bij ons op NPO 3. En uh, morgen hebben wij ook een extra lange uitzending die tot tien uur duurt. En die gaat over de speciale hulpactie voor Sint Maarten. Ja, en die documentaire, Mark. Uh, hoe belangrijk is het dat er meteen een camaploeg daar ter plekke is geweest om alles vast te leggen? Heel slim. Heel goed. Kijk, als je een actie start om geld in te zamelen voor uh, Sint Maarten, wil je precies weten hoe het is. He, die, er is heel, best wel veel cynisme over uh, dit soort acties. Dus ik vind het goed dat hij daarheen gaat en precies laat zien hoe het is. Maar ook de slechte kant, he. de plunderingen die moet je natuurlijk niet vergeten. Uh, hoe het in puin is, hoe de bouw was en ook de rol van Nederland nog bij Sint Maarten. Dus die, die is complex. Dus ik vind het wel goed dat je dan laat zien hoe het is. Goed. Tot slot nog even het weer, Lisette. Ja, het gaat vandaag helaas weer flink waaien. Niet zo erg als gisteren, maar.